Specialist, hè? Maar jij maakt ook de overgang ook zelf mee op dit moment. Ja, dat klopt. Ja, wat zijn de symptomen voor jou? Ja, dat is een hele waslijst eigenlijk aan symptomen. En je vroeg er net ook van, waarom wordt er hier in het Westen zo moeilijk naar gekeken, naar een menopauze? Maar ik denk ook dat vooral vanuit de media heb je hier in het Westen heel erg die nadruk van, je moet er altijd jong uitzien, je moet er goed uitzien, je moet je moet beschikbaar zijn, hoe vind je die? Ja, precies. Ja. Is dat het woord wat je zoekt? Ja, maar er worden zoveel labels opgeplakt en wat we heel erg meekrijgen, vooral ik voel wat we meekrijgen, is dat als je in de menopauze gaat, dat je dan daar niet meer aan voldoet. Het eerste wat tegen mij werd gezegd, je gaat richting de 40, nou, dan begin je al met opdrogen. Dan is het al einde verhaal. En ik ben ook dus nog heel vroeg in de menopauze, of dus niet de overgang. Ik heb nog niet mijn punt van nu, dit is mijn laatste menstruatie. Maar ik heb wel degelijk de voorsymptomen al van de menopauze. En dan word je eigenlijk al afgeschreven, zal maar zeggen. Maar jij zegt dat mensen dat zeggen, dus je droogt zeg maar als een soort stuk fruit een beetje op. Ja, precies. Dat is wat de ronde gaat. Dat is de stempel die erop wordt geplakt. Van, nou, dan ben je opgedroogd en dat doe je niet meer mee. Maar is dat zo, Marianne? Nou, er gebeurt natuurlijk wel degelijk heel veel. Maar jij zegt net ook, in Taoïsme zeggen ze de second spring. Dus er is nog steeds spring. Dat is dat je in bloei komt, dat het everything is juicy. Dus dat is wel degelijk mogelijk. Maar ik merk heel erg dat bij mij, alles wat jij net zei, al die hormoonveranderingen, die hebben een heel groot effect. Dus er zijn wel degelijk symptomen die het lichaam ervaart. En ja, ik ben een female pleasure specialist. Ik ben psycholoog en coach. Dus ik help vrouwen die hun pleasure, en vooral ook op seksueel gebied, die dat weer willen ervaren, die zich daar, nou ja, die dat niet meer ervaren, die dat willen ervaren. Mm-hmm. En tegelijkertijd merk ik, dus ik heb, wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik heel veel tools heb om dus dat genot in mijn eigen lichaam te kunnen ervaren. Maar doordat ik nu in de overgang ben, krijg ik ook al die symptomen mee. Dus ik merk wel degelijk dat ik droger ben op dit moment. Maar dat ook dat gaat in fases. Want ik heb nou, een hele tijd gehad dat ik echt voelde van mijn hormonen zijn heel normaal gekke dingen aan het doen. Dus ik kreeg pijn in mijn gewrichten. Ik kreeg hoofdpijnen. Ik s'nachts zelfs hoofdpijnen. Ik had nachtzweten overdag, opvliegers, maar dat ik letterlijk alsof ik onder de douche stond. Zoveel zweet over mijn rug heen gutste. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt er? Dus er gebeurde gewoon. Wat wist je toen van ik zit in de overgang? Ik had wel vage vermoedens, maar ja, weet je, dus bij gewrichtspijnen denk je niet meteen van, dat zijn overgangsklachten. Nee, en bij hoofdpijnen denk je niet meteen, dat zijn overgangsklachten. Nee. Dus ik dacht, ik zal wel verkoudheid hebben of een griep symptomen of zoiets. Possibilities, I was so hard to please.